les 4. Dus ja, dus wat ik in die vorige drie lessen heb eigenlijk willen zeggen, is dat een goede start is het halve werk. Dus als je met een verkeerde richting begint, dan kom je natuurlijk nooit uit bij de uiteindelijke waarde. Dus als je wil dat bijvoorbeeld alle mensen een baan hebben, moet je zorgen dat er voldoende banen zijn en dat de mensen richting die banen gaan. En dan zou je iedereen een baan kunnen geven. Is het eigenlijk wenselijk dat iedereen bijvoorbeeld een baan heeft? Ja, zeggen sommige mensen. Nee, zeggen sommige mensen. Dan kun je nog een stap verder gaan. Het werk wat ze doen in die baan, is dat gezond of ongezond? Als het ongezond is, is het misschien wel slecht juist om ze allemaal een baan te geven waar ze ongezond van worden. Dus, als iedereen een baan heeft, wil je ook dat iedereen gezond wordt en gelukkig leeft van die baan. Tenminste, het is misschien iets te ideologisch, maar dat lijkt me een logische conclusie. Dus, als je dus kijkt naar waarde van zaken, moet je ook kijken naar de... Eigenlijk moet je alles betrekken. En het uiteindelijke, wat er op de eindstreep overblijft, is dan positief of negatief. Zo wordt vaak gedacht. Maar zo raar, want als het iets positiefs is, betekent niet dat er niet een heleboel negatieve dingen in de berekening zouden zitten. Dus op het moment dat je in de praktijk bezig bent met berekenen en kijken wat je doet, dat is eigenlijk heel raar. Want je zit midden in een bos, zit je naar een klein bosje aan het kijken, terwijl je eigenlijk totaal geen idee hebt wat de rest van het bos met dat kleine stukje doet. Dus op het moment dat je dat stukje gaat verbeteren, ja, eigenlijk heeft het niet zoveel zin. Want zo'n bos is zo groot dat dat, als je weggaat, meteen weer terugtrekt in het oude... Als je dus bijvoorbeeld een tuin bekijkt, die dus ingericht is, mooi, en je kijkt het volgende jaar, dan is die eigenlijk op zijn mooist. Het jaar erop is die weg. Dus je moet hem eigenlijk elk jaar onderhouden om hem elk jaar mooier te maken. Ik weet niet of dit helemaal helder is, maar dat betekent dus, als je te veel focust op niet een totale waarde, maar op allemaal afzonderlijke waarden, dat je dan meestal misschien wel achteruit aan het lopen bent zonder dat je het door hebt. Dus hou het overzicht.